Wanneer je uitgebreide teksten schrijft, ga je vaak gebruik maken van een hiërarchische structuur om je tekst een mooie, luchtige layout te gaan geven. Niet alleen om je tekst structureel te gaan indelen in een aantal hoofdstukken, paragrafen en zo verder, maar ook dat je makkelijk verwijzingen kunt toevoegen aan je tekst naar een bepaald hoofdstuk, naar een bepaald onderdeel. Ook bij het maken van inhoudsopgaven is dat van belang dat je mooi je tekst opbouwt, dat er daar een bepaalde structuur in zit die je uitwerkt van begin naar einde. Nu, die hiërarchie kan je in een tekstverwerkingsprogramma heel gemakkelijk uitvoeren. We hebben bij de opmaakprofielen gezien dat er al een bepaalde hiërarchie toegevoegd is, bruikbaar is in zo'n tekstverwerkingsprogramma. We gaan daarvoor onze opmaakprofielen even oproepen en dan zie je dat we eigenlijk 10 kopniveaus hebben in OpenOffice waarin we een bepaalde hiërarchie kunnen opstellen. Kop 1 is natuurlijk het hoogste niveau, kop 2 het niveau daaronder en zo verder en zo verder. Laten we even een tekst uitbouwen en eens kijken hoe dat we zo een nummering kunnen toepassen. We beginnen met een titel, daaronder hebben we een subtitel, daaronder een subtitel. Een beetje verder gaan we een nieuwe subtitel hebben. Je bouwt dus eigenlijk zo heel je tekst op. Een paar schrijffoutjes hier, geen probleem. Oké. Volgende pagina houdt terug een titel met een subtitel toevoegen. Heel eenvoudig eigenlijk om die structuur te gaan opstellen. Heel vaak, dat kan je ook doen met je lopende tekst natuurlijk, maar heel vaak ga je eerst en vooral die titels, die structuur gaan uitbouwen voordat je de lopende tekst gaat toevoegen. Nu, hoe ga je dit nu aanpakken? Wel, je gaat gebruik maken van de opmaakprofielen. We hebben ondertussen gezien hoe je die gaat toepassen. Ik ga dus mijn stijlen en opmaak gaan oproepen. Ik ga mijn titel gaan selecteren en ik maak daar kop 1 van. Ik ga daar de subtitel uit selecteren. Ik maak daar kop 2 van, want die is hiërarchisch daaronder geschikt aan. En een subsubtitel is daar ook weer ondergeschikt aan, dus wordt kop 3. Subtitel gaan we weer kop 2 maken. Opnieuw, dit zijn echt voorbeelden die we gaan gebruiken. Je hoeft natuurlijk die zaken, ik kan dat natuurlijk anders gaan noemen. Dit is puur indicatief hoe ik die titels ga noemen. Dit is weer een kop 1 en dit is weer een kop 2. Zo eenvoudig is dit om een beetje een structuur te gaan inbrengen, maar hoe pas je nu die nummering toe? Wel, die nummering is natuurlijk heel eenvoudig aan te maken. Omdat je juist werkt met die kopopmaakprofielen, ga je je tekstverwerker eigenlijk het grofst van het werk zelf laten uitvoeren. Ik ga heel simpelweg mijn titel aanklikken. Ik ga naar opmaak, nummering, opsommingtekens. We hebben ook gezien hoe dat je zo een nummering, een opsommingteken gaat maken. Je krijgt deze formulier te zien, waarbij we bepaalde opsommingtekens, afbeelding, opsommingtekens kunnen gaan kiezen. Maar belangrijker nu, omdat we met een hiërarchisch niveau gaan werken, kunnen we gebruik maken van het tabblad overzicht, waarin we nu voor een bepaald niveau een bepaald onderdeel, een bepaalde teken gaan gebruiken. Nu, volgens de BIN-normen is de hiërarchische structuur die ons interesseert deze, waarin we kop van niveau 1 1 geven, kop van niveau 2 1.1, van niveau 3 1.1.1 en zo verder en zo verder. Laat ik nu even gewoon op OK klikken en dan zie je automatisch dat uw tekstverwerkingsprogramma heel dat systeem, al die nummering, volledig automatisch toepast voor al de koppen. Heel gemakkelijk. Ga je tenslotte ergens nog titels gaan toevoegen, en die maak je dan bijvoorbeeld weer kop 2, dan gaat hij die nummering daar ook weer automatisch aan gaan toekennen. Je hoeft daar in principe zelf niks meer voor te doen.